We zijn er niet meer aangekomen hoor. We zijn lekker aan het spelen. Nou, we gaan een proefje doen. Milan die ging net voor in mijn mandje zitten. Maar ik ga dus nu op de fiets naar werk. Centraal gereden, want mama die komt hier zo naartoe. Dan gaan we lekker uit eten. Ja, maar wel lekker. Kijk nou. Ik zit met moeders bij de biertuin. Prachtig hoor, schat. Ja, het is toch raar? Hallo, hoe is het ermee? Ja! We zijn er niet meer aangekomen hoor. We zijn lekker aan het spelen. Ze hebben de bellenblaas nog. Gewoon de iconic one. Kijk, dat was vroeger toen ik hier bij de middelbare school was. Toen was het er al. Het is er gewoon nog steeds. Nee! Kleine. Zo 5 centjes in doen en dan wordt het van dit. Dan wordt het zo'n Nemo-munt. Ja. Dat is cool. Nou, turn on the wheel. Ja, oké, doe het niet zwaar. Oh, echt? Doe het niet zwaar. Kom op, je kan het, je kan het. Push. Wat fun. En hij blijft hier ook vastzitten bij de magneet. Wat handig. Oh, Nemo. Nou, wat leuk. Nou, dit is leuk. Enig. Ah! Hé, wat is er? Oh, daar zie je iets. Wat? Kijk dan! Boven mijn arm. Huh? Oh ja. Kijk, zelfs die kettingreactie is er nog. Op die helm? Wat staat er op die helm? Oorzaak. Jij bent zo meteen de oorzaak van deze kettingreactie. Dat betekent dat jij het echte begin bent van een ontzettend groot applaus van de mensen om ons heen. En dat jij zo'n goede oorzaak bleek te zijn. Dit alles gaat gebeuren in 3, 2, 1. Actie is reactie. Nou, we gaan een proefje doen. Oh, het is niet 8 minuten. Jawel, je hebt toch geteld? Ja, weet ik. Okay. En dan... Wacht, het door 8 minuten olie toe. Was dat nog wel? Was niet. Maar is het dan wel een microbuisje? Ja. Ja, we zijn 8 druppels. Wat zeker is of niet. En? Ik ga even naar mijn collega's van de hele tijd. Wat dan? Wat doe je nou? Oh, met pechje. Dat gaat beter, dat zijn echt een pechjes. Dan doe er steeds iets van bij. Nog 5? Ja, 5. Oké, kom maar. 1, 2, 3. Wat? Wat doe je? Wat is dit? Wat doe je? 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 Wat Dan blijft het niet staan. Nee. Anders doen we het helemaal in. Nee, wacht, dit is voor mensen. Kijk. Hier aan de bij. 10. Ja. Oké, dan moet je een vraag beantwoorden. Mag ik lekker als de olie water ziet? Kijk, onze lapjasjes ook. Is niet sexy. Kijk, we hebben hier dus nu water met olie gemengd en daarin een... Pak een microbuisje door 5 minuten. Een druppeltje van dit, zodat je het water... Wat was vraag 3 in het werkblad? Oh, dan moet allemaal vraagjes beantwoorden. We zitten even... We hebben via een lift
We hebben een shortcut genomen naar boven. Je kan er dus bijna volgens mij gewoon gratis naar binnen, denk ik. Maar goed, dat, we hebben gewoon een kaartje gekocht hoor. Maar je kan dus gewoon hier beneden, we hadden een lift gepakt, bij de lockers naar de 5e verdieping. En zijn we gewoon hier ingegaan. Toen dacht ik, dit is toch best wel raar eigenlijk. Maar goed, we zitten hier dus nu. Lekker boven. Ik ga dus lekker over Amsterdam hier kijken. Het weer is in ieder geval beter geworden. Het was echt verschrikkelijk. Maar Milan had lekker zijn eigen boompjes en we hebben een taartje gedeeld. En dat was gedronken. Dus zo gaan we weer door. Nou, Nemo zijn we uit en Milan die ging net voor in mijn mandje zitten. En toen zijn we even naar hier Kalverstraat gereden om even een ijs te halen bij Jamin. Nu zitten we even op de Dam. Maar ik had ook nog een paar hapjes van zijn ijsje. Wel lekker hoor. Oh. Maar het is zoveel mensen. Het is natuurlijk vakantie, dus echt gereden. Maar we gaan zo terug naar Centraal en dan naar mijn moeders op werk. Want dan gaan zij samen straks weer naar huis. En dan kan ik door naar werk fietsen. Vandaar dat ik de fiets ook mee heb. Dan kan ik gewoon vanaf de universiteit, zeg maar waar zij werkt, kan ik de fiets pakken naar Baboa en dan kan ik lekker avondje werken. Zo, Milan afgezet bij moeders hier zo, bij de werk. Het is ook al wel best wel laat eigenlijk, dus hij hoeft denk ik niet meer zo heel lang te wachten totdat ze samen weer naar huis kunnen met de trein. Maar ik ga dus nu op de fiets naar werk, want ik moet zo werken. Het is natuurlijk 4:15. En om 4:30 moet ik daar altijd zijn om te eten. Oh, ik moest trap lopen. Ik ben helemaal buiten adem. Zo, dit was een lange dag. Het is 1:15. En ik kom net thuis van werk. En ik ben even mijn ontbijt aan het maken alvast voor morgen. En lunch. Daar ben ik eigenlijk niet net mee klaar. Dus dat is de koelkast. En ik ben even mijn vitamines aan het nemen. En dan ga ik douchen. Och, en dan ga ik slapen. Maar ik moet dus morgenochtend weer werken. Om 10:00. Dus op zich niet heel super vroeg. Maar ik kan dus weer niet uitslapen. Oh, maar het is een lange dag vandaag. Wel een leuke dag. Zwaar. But I survived. Maar mijn lenzen die doen me zoveel pijn. Want ik heb er zo lang in gehad. Want ik heb echt om 8:00 die dingen ingedaan. Het is nu 1:15 s'nachts. Dus ja. Die zitten er al een paar uur in. Ik dacht het dus met Zoe over werk. Om misschien nachtlenzen te nemen. Want die doe je dan in de nacht in. En dan. Dan word je dus wakker in de ochtend. En dan zie je dus gewoon de hele dag goed. En dan heb je niet het idee dat je lens in hebt. Dan kunnen je ogen niet echt droog worden. Dus dat vind ik gewoon heel chill. Dat. Want als ik lange dagen heb, dan merk ik gewoon dat mijn ogen droog worden. En dan gaan je lenzen zo kut zitten. En dat vind ik gewoon het meest irritante. Dus misschien dat ik daar wel naar ga kijken. Maar ik weet niet of ik dan langs een opticien moet. Of dat ik dat gewoon zelf online kan bestellen ofzo. Maar ik denk dat ik daar wel langs moet om dat te laten checken. Of dat überhaupt kan. Want dat zijn dan harde lenzen in je ogen. En dan, ja, misschien ga ik wel even langs. Maar ik heb geen zin als dat dan weer heel duur is. Want nu betaal ik echt €30 per pakje. En daar doe ik dan echt 3 maanden mee. Dus ja. Maar goed, ik ben echt moe. Ik ga douchen. En lekker slapen. Ik heb weer een lekker dagje gewerkt. En het was druk. Oh mijn god. En Vinnie was brak. Dus die heeft heel net op de wc doorgebracht. Nou, ik heb zo gelachen om die jongen. Maar hij voelde zich zo slecht. Wel echt zielig. Maar ik had dus mijn kleding meegenomen. En mijn blazer hing er nog. Dus dat was ook top. Dus ik heb me even omgekleed daar zo, even nog een koffietje gedronken. En nu ben ik met de scooter naar Centraal gereden, want mama die komt hier zo naartoe. En dan gaan we lekker uit eten. Dus volgens mij was ze nu al aangekomen op Centraal. En dan, ik heb een extra helmpje meegenomen. En dan gaan we even lekker een hapje eten. Dus dan gaan we zo springs achterop bij me. En dan gaan we naar Café Kadijk. Dus ik ben erg benieuwd of ze daar nog een plekje voor ons hebben, want we konden daar niet reserveren. Dus, het was echt zo druk. Ik heb de hele dag gewoon gelopen. Ik had niet eens tijd om te lunchen. Dus ik heb net nog even een klein beetje kwark gegeten wat ik mee had. Maar voor de rest heb ik eigenlijk alleen maar mijn eiwitshake op. Dus niet superveel. Maar goed, het zit er weer op. Het is weekend. Ik heb ook echt heel veel zin om iets te doen vandaag. En Meesie appte net in de groep of mensen nog de pijp in wilden. Dus misschien, als het niet al te laat wordt, ga ik gewoon
sluit ik daarbij nog lekker aan. Daar heb ik op zich wel zin in. Ook zo mooi, hè? Iedereen kijkt me nu aan dat ik hier aan het filmen ben. Het is zo grappig. Iedereen loopt hier zo voorbij en iedereen is ook aan het kijken. Zo grappig. Hij is 4,40. Nou, ik heb mama opgehaald hoor. We zitten lekker. Ik heb een Indisch bordje en een soepie. Alleen wilden ze het soepie vooraf. We hebben het tegelijk gekregen. Maar goed, hè? Nou, Indische kippensoep. Ja, maar wel lekker. Kijk nou. Ja, het ziet er echt niet smakelijk uit op beeld in het licht. Maar goed, het is wel heel erg lekker. Het is heel klein, petit. Ja, het is echt een schattig tentje. Dit is Café Kadij. Wat? Nou, ik zit met moeders bij de biertuin. En wij zitten aan de mannenliefde. Jij neer, volgens mij zijn er ook. Maar ik vond die eiwit lekkerder. Ja? Lekkerder dan de mannenliefde. Deze was wel lekker. Ik weet echt niet meer wat de rest van de wisseltak. Dat is ook lekker. Ja, maar en dan die... Er lopen hier heel de mensen van de wc, maar wordt het hem roos? Nee, maar dan gaan we echt doen. Op een kwartiertje gaan we afeten. Ga ik even... Hallo, hallo. Het is zondag vandaag. Ik heb nog helemaal niet gefilmd. Maar ik heb er geen reet uitgevoerd. Ik heb mijn badjas op de bank gezeten. Hele middag. Niks gedaan. Series gekeken op mijn telefoon. De telefoon is gewoon al bijna leeg. Omdat ik er zoveel op heb gezeten. En nu ging ik even boodschappen doen. Want ik wilde van dit nieuwe... roggemeel halen, dat ik niet meer genoeg heb om de hele tijd die, want je moet dat hele tijd soort van voeden. Dus je moet je eerst de helft weer weggooien en dan weer roggemeel erbij doen en meel en water en zo. Maar ik heb hier dus heel weinig op van. Maar ze hadden het niet bij de Holland & Barrett. Toen ben ik naar de Action gegaan, want ons weegschaaltje, dit ding, die doet het gewoon echt niet meer. Dus ook met de nieuwe batterij gaat hij heel de tijd, geeft hij low aan en dan gaat hij altijd uit. Dus ik heb bij de Action een nieuwe gekocht. En toen had ik online gezien dat de Plus roggemeel had, want de Appie had het niet en de Lidl ook niet. Dus toen ik weer helemaal naar de Plus gefietst, ik daar mijn boodschappen gedaan, hadden ze het daar niet. Vervolgens moest ik ook eieren meenemen, want we gaan sieversellen maken. Ik heb ook sla en zo. En de eieren hier thuis waren op. Ik had heel tijd in mijn hoofd eieren. Vervolgens ben ik die eieren vergeten. En bij die Plus ging het ook niet soepel bij die kassa, als ik zei net tegen Kunch. Ik had deze sla dingen en ook nog een ander, maar die vond ik er niet mooi. Het was gewoon heel slijmerig. Het was al heel oud. Dus dacht ik, nou, dat ga ik niet nemen natuurlijk. Dus moest je op een knopje hulp klikken. Er kwam er weer iemand. Die moest ik eraf halen. Ik een nieuwe zak halen. Toen wilde ik uiteindelijk mijn spullen inpakken. Gaan die slazakken langs die scanner weer? Ik weer op een knopje hulp. Ik zeg, ja sorry, nu heb ik 6 zak sla. Want ik wilde, ze gingen langs de scanner toen ik ze in mijn tas wilde stoppen. Nou, dus die er weer afgehaald. Vervolgens wilde ik pinnen. Gewoon mijn telefoon, gewoon tegenaan houden. Deed ik niet, stond er toetspin in toetspin in op telefoon. Zo. Dus toen schoot hij weer naar het hulpmenu. Toen dacht ik, nou, nu moet je ophouden. Toen kon ik dat gelukkig wegklikken en weer op pin klikken. En toen kon ik betalen. Vervolgens rijd ik hier weer helemaal naar huis. Want de Plus is de andere kant op. Sta ik voor de deur, denk ik, eieren vergeten. Ik weer doorgefietst naar Lidl. Want dat is dan dichterbij. Om die fucking eieren te halen. Maar ik heb ze. Het ging niet goed met mij. Ik ben een beetje chagrijnig. Dus ik ben denk ik gewoon een beetje moe. Want het was gisteren allemaal heel leuk. Het was een hele leuke dag. En vandaag alles was vies. En ik moet de keuken eigenlijk ook nog schoonmaken.
Ik weet niet. Het is niet mijn dag vandaag. Vandaar dat ik denk ook die camera er niet bij heb gepakt. Want die was echt gewoon hartstikke klein. Maar goed, ik heb dus nu boodschappen gedaan voor Caesar Salad. Gewoon kip en zo. En ik heb dit even snacken met kipfilet. Want ik heb honger. Dat ik zag hem staan. Ik dacht, hoe lekker. Maar goed. En aardappeltjes heb ik erbij. Voor bij de salade. En dan gewoon tomaatjes en limoentje eroverheen. Van die croutonnetjes. En dan hebben we nog yoghurt en mayo in de koelkast. Voor een dressing. Dat is wel lekker. Maar ik heb dus als taak deze week. En dat is alleen nog maar vandaag natuurlijk, want zondag. Om de keuken schoon te maken. Maar ik heb echt geen zin. Ik had er de hele dag de tijd voor, want ik heb het niet gedaan. En ik moet ook nog een wasje ophangen, want dat heb ik ook niet gedaan. Nou, ik kan alleen maar klagen op het moment. De saladetjes zijn gemaakt. Dat is zo even show. Is het nog maar niet mooi genoeg? Jawel, maar ik moet even mijn watertje vullen. Hij is prachtig hoor, schat. Kijk, we hadden dus hierin yoghurt met mayo, peperzout, limoensap en geraspte kaas. En dan hadden we hier even die salade in gedaan en dan met een beetje van die saus, zodat het pas op goed door de sla mengt. Dat eronder gedaan, daaroverheen dus gegrild kippie net opgebakken. Nu zie je maar. Tons, tomaatjes. Eerst kwam de kip. En een eitje. Eerst kwam de kip. En dan het ei! Pardon. En mijne staat er al. Dus ik ga nu even een serietje erbij aan zetten. En dan gaan we lekker opeten. En we hebben ook een klein beetje aardappels erbij. Omdat we dachten dat het misschien niet genoeg zou zijn. Maar echt heel weinig. Dat heb ik er ook bij gemaakt. Dus dat er nog naast. En mijn bordje. Dus dat gaan we lekker opsmikkelen. De salade was heerlijk. Oprecht, het was echt goeie. Het sausje was fris, maar ik heb nu wel een beetje een knoflooksmaak in mijn mond. Ken je ook? Gelukkig had ik er middels één grote knoflookteen erin gedaan. En er moesten er eigenlijk twee in. Maar ik dacht, nou, dit is al wel meer dan genoeg. Maar nu moet ik even die keuken opruimen. En ook meer dan dat, zeg maar. Even eigenlijk het karton verzamelen. Dat gooi ik nog van de week even weg. De vuilnisbak moet ook even gedaan worden. Dus dat. Daar ga ik nu van beginnen. Ik ga er even oortje in doen. En dan even knallen. Helemaal spik en span. Heerlijk. En ik heb hier even anti-kalk in gespreid, ja, gespoten. Dus dat is ook weer helemaal blinkend. Alle kastjes helemaal schoon gemaakt. Het is weer fantastisch. En dan doe ik morgenochtend, ik heb het karton hier allemaal verzameld en in elkaar gedaan in het glas. Vuilnisbak ook al even vervangen en die staat voor de deur, zeg maar, in het halletje. En dat moet ik dan morgenochtend even beneden weggooien, maar daar heb ik nu even geen zin in. Voor de rest is het lekker klaar. Oh. En nu ga ik nog even mijn vlog editen. Oeh, de muziek gaat ineens weer aan. Omdat ik daar morgen... Oh, volgens mij praat ik ook heel hard. Omdat ik daar morgen geen tijd meer voor heb. Morgen heb ik een hele volle dag. Dus ik denk dat ik het nu nog even ga doen. Het is nu 9:30. En ik had al een groot deel geëdit. Dus volgens mij moet ik alleen nog even het beginstukje doen. Thumbnail maken en dan uploaden. Dan hoef ik dat morgen tenminste ook niet te doen. Dus ik ga denk ik nu mijn laptopje nog even aanzetten. En dan fix ik dat ook nog maar eventjes. Nu moet Biko alleen nog de woonkamer doen. Maar ja, die jongen die had te laat met alles. Die heeft nu weer een festival. Dus hij zegt, ja, ik doe het morgen. Nou, ik
hoop het voor je dan. Want Kenzo heeft de badkamer in de wc gedaan. En ik dan nu lekker de keuken. Dus dat is in ieder geval wel al gedaan. Ik heb een vlog geëdit. En ik heb voor morgenochtend alvast mijn shake klaarstaan. En voor de middag al mijn kwarkie gemaakt. Maar dus het is zo makkelijk. Ik doe er dus gewoon 500 gram kwark in. En allemaal fruit. Diepvriese fruit. En ik had nog wat druiven. Chia zaad overheen. En dan van dat flavored theespoeder erin. Zodat het dus wat lekkerder is. En dan heb ik dus al lunch even makkelijk voor morgenochtend. Want ik had niet echt meer brood ook. Dus ik dacht, nou, doe het maar even zo. En ik heb die starter ding. Ik heb hem daar bovenop staan omdat het dus warmer is daar bij de boiler. Heb ik net ook weer even gevoed, noem je dat. Dus moet ik weer 20 gram daaruit en dan weer een nieuwe meel en roggebloem erbij doen. En de water en dan weer mengelen. Dus ik ben benieuwd hoe die, want nu moet het dan om de 12 uur of zo. Ik volg het ook maar braaf. Het is wel echt een heel stappenplan. Je kan het natuurlijk op honderden manieren doen. Maar ik had dit van een vrouwtje in een soort van receptje gekregen. Dus dacht ik, nou, ik volg hem maar gewoon. Want als ik dan hier weer van ga afwijken, dan gaat het misschien ook wel niet kloppen. Maar het is inmiddels 10:15 en ik ga lekker naar bed. Dus, en het is zondag. Dus ik sluit er bij deze video lekker af. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En hoop ik je natuurlijk weer te zien in mijn volgende video. Doei!